En dan hebben we nog steeds die Lola van Kinneken van het peloton. De peloton in aanvoering van Bonnie Lillalo. 1 minuut en 10 bij de Horenpassage. Voor het peloton aan de aanvoering. Laatste ronde nu, laatste ronde. Daar hebben we hier van steken. Die moet net als het peloton aan de aanvoering. Einde van de wedstrijd. En Ilona, die junioren, die gaat niet onlogisch als eerste over de streep. En Marion Kraus is hier terecht ook de handen in de lucht, want zij is eruit. En het is dokter Rob van die sprint in. En als ik goed gekeken heb, dan staat Justin Boekhaar de handen in de lucht. Maat nummer 3 gaat staan en hij krijgt de pelotonsprint, die werd gewonnen door Lotte Rotman. Al goed voor. En het is schepen prestatie geleverd, was Marion Kraus. Hij krijgt de bloemen uit handen van Erik van Praat van de Nationale Loterij. Heeft een hartelijk applaus, dames en heren. Een prachtig podium bij de nieuwelingen. Op 1 Marion Kraus, op 2 Lotte Rotman en op 3 Amber van der Hulst. In het algemeen bij de junioren, straks zien we nog een keer Chloe Klowaar, dames en heren. Gelukkig hebben we die nog niets nodig gehad vandaag, een paraplu, maar dat kan nog komen natuurlijk. De tweede plaats vandaag bij de junioren ging naar Elise van der Zanden. En op 1 eindigde voor het eerste seizoen Ilona van Ginneken. En zij krijgt bloemen uit de handen van Erik van Praat van de Nationale Loterij. Dames en heren, heeft ze nog eens een schitterend applausje. De top 3 bij de junioren Ilona van Ginneken, Elise van der Zanden en Chloe Klowaard. Maar zoals we al snel leren, ze krijgt de medaille uit handen van Frans de Hane van Wielerbond West-Vlaanderen. De voorzitter van de sportraad
Jean-Pierre Lejeune die reikt de bloementel uit. Net iets mooier was de wedstrijd van Saribos uit op een tweede plaats. Waarmee hij waarschijnlijk niet helemaal tevreden zal zijn, maar het blijft een mooie prestatie. Voor de renters van Cycling Team Luc Vallagen en Roeselaar. Ook voor haar is er een medaille uitgereikt door Frans de Hane van Wielerbond West-Vlaanderen. Voor Justine Loussa, dames en heren. De bloemen die worden uitgereikt door Erik van Praat van de Nationale Loterij. En als voor. Op 1 Chloe Klauwaard van Cycling Team Forse. Op 2 Bonnie de la Note van Cycling Team Houtland Westkust. En op 3 Genies Verhooyen van de Koninklijke Balen Bicycle Club. Ja.